kijk je dan tegen crypto aan? Dat doe je ook helemaal niks in. Helemaal niks mee. Eén keer goed. En dat wordt weer heel erg leuk vandaag. En leerzaam. We hebben namelijk als eerste een stelling. Kunnen vrouwen beter beleggen of mannen? Wat denken jullie? Ik denk namelijk het antwoord te weten. Ik denk namelijk dat vrouwen beter kunnen beleggen. Ik denk namelijk dat mannen veel meer risico's nemen dan vrouwen. En vrouwen veel secuurder te werk gaan. Nou ja, hierover willen we natuurlijk van alles weten. En er is maar één persoon in mijn ogen, als vrouw zijnde, die aan ons dat kan vertellen. En dat is namelijk Martine Hafkamp. Martine Hafkamp is eigenaresse, onderneemster van Vintessa Vermogensbeheerder. Een prachtig bedrijf wat al 15,5 jaar actief is in de wereld van beleggingen. Zij doet dat met heel veel kennis en ervaring en een prachtig groot team wat ze om zich heen heeft, die als specialisten werken met jouw vermogen. Ben je nu een beginnende belegger of actieve belegger? Wij nemen je mee in de wereld van beleggen en je komt er alles over te weten in deze aflevering. Martine, dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. We zitten in een prachtig pand hier in Baren. Ja. Voordat wij hier naartoe reden, hebben wij een stelling opgenomen. Oh jee. En je bent een vrouwelijke belegger. De stelling luidt, kunnen vrouwen beter beleggen dan mannen? Mm-hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, het zijn altijd allemaal onderzoeken die zeggen dan dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen. Omdat ze wat rustiger zijn en wat minder handelen en zo. En meer hun huiswerk doen voor ze ergens aan beginnen. Maar ik denk dat de kracht vooral zit in gemengde teams, zeg maar. Dus dat het gewoon de krachten bundelt. Dus vrouwen en mannen. En dat zou ook heel raar zijn als ik zeg dat vrouwen betere beleggers zijn. Want ik zit hier met een heel team. En er zitten ook ik heb heel veel mannelijke collega's. Dus... Oké, dat houdt elkaar goed in evenwicht. Ja, want het is ook handiger als je natuurlijk als echtpaar samen aan het beleggen bent. Ja. Is wel leuk dat je niet zegt van ja, maar dat wilde jij of dat wilde jij. Maar dat je het er wel samen over eens bent. Want anders krijg je daar nog ruzie om. Dat moet je niet willen. Nee, dat moet je niet willen. De synergie moet er wel zijn. Ja. Ja, nou, fijn om te horen. Zijn we in ieder geval verlost van onze vraag. Ja. Vintessa, vermogensbeheerder. Ja. Martine, je bent onderneemster. Ja. Dat doe je al flink een aantal jaren. Ja. Als ik me goed heb ingelezen, ben je 15,5 jaar actief met Vintessa. Vanaf 3 januari 2008 hadden we vergunning van de AFM en de Nederlandse Bank. Want je moet eerst vergunning aanvragen, omdat je natuurlijk met het geld van andere mensen aan de slag gaat. Dus dan wordt er getoetst of je daar toe bevoegd bent, of je gekwalificeerd bent, of je betrouwbaar bent. Iedereen kan altijd van alles aanbieden, maar dit gaat natuurlijk echt over geld. Het is geen kopje koffie wat je, als het niet lekker is en dat je dan denkt van nou laat maar zitten, mm-hmm. Dan doen we dat een andere dag wel. Vanaf 3 januari 2008 hadden we vergunning en konden we losgaan en konden we Nederland laten weten dat Vintessa bestaat. 2008 was natuurlijk de bankencrisis had je toen. Wel gedurfd. Nou ja, dat was eigenlijk helemaal niet zo gedurfd. Dat was alleen eigenlijk achteraf hebben we al heel veel geluk daarmee gehad eigenlijk, want toen zagen mensen pas dat ze waar ze belegd zaten, dat het helemaal niet zo veilig was als dat ze dachten. We hebben daardoor eigenlijk min of meer wel een soort vliegende start gekregen. Dus eigenlijk de wind in de zeilen doordat er een bankencrisis aan de hand was. Ja, en dat had natuurlijk niemand gedacht, want die dacht, oh, dan wilde helemaal niemand meer wat met beleggen te maken hebben. Maar als je dan dus gewoon een normaal verhaal vertelt, want we hebben veel vanaf het begin af aan ook de publiciteit gezocht. En dan, dus, dan, ja, dan denken heel veel mensen denken dan, oh, dat is wel logisch als het zo vertelt. Ja, nee, dan moeten we toch daar maar eens gaan kijken. En wij in absolute getallen, hoe groot is Vintessa op dit moment? We hebben 23 mensen nu hier werken in dit kantoor, dus dat is best aardig. Dat is aardig. Een gigantische club. Ja, nou ja, ja, we zijn een middelgrote vermogens. We zijn, ik denk dat we een van de grotere zelfstandige vermogensbeheerders zijn van Nederland. Dus, Aan wat voor vermogen moet ik dan denken wat jullie hier beheren? We hebben meer dan 900 miljoen onder beheer. Dat is niet normaal, toch? Nee, maar het is niet van ons, hè. Het is van de klanten. Dus, maar het is wel heel leuk dat dus zoveel mensen vertrouwen hebben in dat wij wel iets goeds doen voor ze. Wat doet dat met je als je 900 miljoen euro... Niks met me. Nee, ik vind iedere klant is belangrijk. En het gaat me niet om dat hele grote bedrag. Het gaat me gewoon om dat iedere klant goed geserviced wordt. Want je klanten zijn ook je reclame voor je bedrijf, zeg maar. Want als zij tevreden bij je zijn... Dan kunnen ze, Nederlands praten ook weer niet zo heel graag over geld. Maar dan kunnen ze ook zeggen, oh joh, dan moet je eens misschien naar Martine. Of nou niet zozeer naar Martine, maar naar Vintessa gaan. Ja, want daar doen ze het goed. Ja. Daar weet ze raad mee. En daar krijg je gewoon ook de aandacht die ik vind dat er hoort bij een vermogen. Want iedereen, kijk, je hebt wel grote, natuurlijk in grote lijnen heb je wel veel dezelfde doelen.
Maar ieder mens is toch weer anders. En de ene klant die heeft meer aandacht nodig dan een andere. En de ene die heeft nou eenmaal niet zoveel ervaring met beleggen. Dus dan, en vertrouwen moet groeien. En de ander die denkt van, oh ja, ik snap precies waar ze mee bezig zijn. Dus oh, je hoeft mij niet de hele tijd te bellen. Ja, en alles wat daartussen zit. Maar ja, daar zitten we voor. Want we doen één ding en dat is vermogensbeheer. Ik hoef er niet allemaal dingen bij te doen. Ik hoef geen eigen producten te verkopen. Ik heb niet nog allemaal andere zijwinkeltjes, zeg maar. Dit is het. Ja. En hiermee moet het gebeuren. Maar nog heel even terug naar daarvoor. Ja. Hè? Want op een gegeven moment maakt hij een keuze om onderneemster te worden. Ja. Om het toch anders te doen dan waarschijnlijk de gevestigde orde. Of hoe kwam je op het idee? Ik kom wel uit ondernemersfamilie. Dus in die zin is het weer logisch, zeg maar. Maar ik wilde daarom echt ook eigenlijk geen ondernemer zijn. Omdat ik zag hoeveel tijd dat kostte. Maar ja, als je in loondienst eigenlijk ook al die tijd er al in steekt, dan kreeg ik ook van verschillende mensen wel eens een schop onder mijn kont, zeg maar, van ga het dan voor jezelf doen. Nou, en op een gegeven moment is dan de tijd daarvoor rijp. En dan denk je, nou ja, wat is nou het ergste wat er mis kan gaan? Ja, dat ik niet genoeg klanten krijg. Nou ja, dan ga ik wel weer wat anders doen. En dan vind je een gelijkgestemde ziel, want je moet het altijd gewoon met z'n tweeën doen. Nou, en als je die dan vindt, dan kan je dus met elkaar bedenken van, nou, we gaan ervoor, we gaan het doen, want we denken dat het anders kan. Want we wilden geen eigen producten aanbieden, we wilden gewoon echt objectief, dus onafhankelijk kunnen beleggen. Nou ja, en zo is het gekomen eigenlijk in een heel kort notendopje. Ja, mooi. En hoe oud was je toen je dat werk met ondernemen begon? Ja, nou was ik 39, zoiets. Ja. Dus, en daarvoor heel lang in loondienst dus gewerkt. Toen je 39 jaar was, had je zelf een bepaald vermogen om een bedrijf te gaan starten? Of hoe ging dat precies toen in zijn werk? Nou, we hebben gewoon een mooi financieringsplan gemaakt en we zijn naar de bank gegaan. Okay. Want nou ja, je hebt gewoon een spreadsheet gemaakt van wat wij dachten dat de groei zou kunnen zijn van ons bedrijf. En gewoon een goed businessplan gemaakt. En we wilden er juist ook weer niet alleen maar eigen geld in stoppen. Omdat je denkt van nou ja, je hebt in het begin verdien je natuurlijk helemaal niks. Als je geen klanten hebt, dan heb je niemand. En je moet wel heel veel investeringen doen. Dus dan is het wel handig als je dan ook een externe financier hebt. Maar we hebben wel daarna toen we eenmaal mochten gaan onze diensten aanbieden. Hebben we wel gewoon ons best gedaan om zo snel mogelijk de leningen af te betalen. Om zo snel mogelijk natuurlijk alleen maar met eigen geld te doen. En dat is nu gelukt, toch? Oh, dat is al heel lang geleden gelukt. Ik wil graag 100.000 euro bij je beleggen. Ja. Ik noem even een fictief getal. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, daar gaan we het er eerst eens uitgebreid over hebben. Van wat je wil, wat je doelstellingen zijn. Hoeveel risico je kunt lopen, hoeveel risico je wil lopen. En dan gaan we je hele vermogen in kaart brengen. Hè, want dat moet door de regelgeving. De rest van het vermogen wordt dan ook in kaart alles, gebracht? Alles, ja. Oh, want dat moeten we weten. De herkomst van het vermogen moet je weten. En je moet ook gewoon weten van, want stel nou, het is je enige 100.000 euro, maar je moet het nu niet nodig hebben. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben, dat dat wel echt zo is. Okay. En dan moet je dus ook vervolgens kijken van, gaan wij dus heel duidelijk ook met elkaar van, moet je er niet nu van leven bijvoorbeeld? Want als dat zo is, dan mag je ook heel veel risico weer niet lopen. En dan moet je ook afvragen, wil je dat wel als je nu al dat geld nodig hebt? Ja. Dus het is altijd het handigst om te beleggen met geld wat je de komende paar jaar niet nodig hebt. Oké, nou stel dat we daar een vink hebben, hè, dus dan hebben we die 100.000 euro. Nou, ik zeg Martine, succes ik heb het de komende 10 jaar niet nodig. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we een rekening voor je openen bij een depotbank, want wij zijn zelf geen bank. Dus dan gaan we ook weer al die gegevens aan de bank aanleveren. Nou, is dat traject gedaan. Wij gaan een beheerovereenkomst met elkaar aan. En jij machtigt mij, zeg maar, om te handelen in effecten voor de rekening. Dat is ook het enige wat ik mee kan. Ik kan niet met de Noorderzon vertrekken met jouw geld. Want dat is een geruststelling. Ja, nou, jij geeft zelf een vaste tegenrekening op. Okay. En dan is de rekening open. En dan gaan we binnen de kaders die we met elkaar afgesproken hebben. Dus binnen het risicoprofiel. Daarbinnen gaan wij dan een portefeuille invullen. En daar hebben we geen overleg over. Oké, dat nemen jullie voor mij uit handen. Ja. En daar gaan jullie beleggen dus in bepaalde fondsen, hè, met het geld? Nee, niet in fondsen, maar in individuele titels. Okay. Dus gewoon in namen. Dus in Microsoft, in Vinci, in ASML. Gewoon echt wereldwijd leggen wij dan in beursgenoteerde aandelen. Stel dat jij over 10 jaar wil jij 200.000 euro hebben
van die 100.000 die er nu staat. Nou, dan weet je dat dat ongeveer 7% netto per jaar is. Nou, dat is dan waar je wel zoveel mogelijk op stuurt, maar garanties zijn er niet. En als het dan tussendoor, als het bijgestuurd moet worden, of in het rendement of in het risicoprofiel, dan hebben wij dat erover met elkaar. Dus als ik hier dus die 100.000 euro ga beleggen, ja, daar kan ik precies zien wat jullie doen, ja, en wat het rendement op mijn geld is. Ja, je ziet altijd nou, de marktwaarde van je geld. Dus het is ja, alleen als je nu zou, als je dan zou verkopen, dan weet je wat je, zeg maar, wat er aan, onderaan de streep overblijft. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat je dat de komende 10 jaar laat staan en ons gewoon ons ding laat doen, om het zo leuk te zeggen. Dus, maar wel binnen de kaders die wij uitdrukkelijk met elkaar hebben afgesproken. Waar liggen jullie verdiensten daarin? Wij krijgen een management fee. Dus ieder kwartaal wordt er een percentage, en dat is 0,4%. Dan wordt er afgetrokken van het rendement of van de stand van de marktwaarde van ultimo het kwartaal. Dus het rendement wat jij ziet, dat is netto rendement. Dus dat is na aftrek van kosten. Ja, precies. En dat is wat wij verdienen. En als het dan dus goed gaat met jouw portefeuille, dus die stijgt in waarde, dan wordt natuurlijk het bedrag wat wij ontvangen wordt ook hoger, omdat die 0,4% over dat hogere bedrag wordt gedaan. Ja, dus het is voor jullie ook van belang dat het geld ook daadwerkelijk goed belegd wordt. Ja, tuurlijk. Maar het is nog meer voor mij van belang dat geld goed belegd wordt, want dan zijn mijn klanten tevreden, exact, en dan blijven ze bij me. Ja. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Dat je, want je gaat natuurlijk, omdat je dat zo, je doet er heel veel moeite voor, ook als klant, hè. Want je moet heel veel informatie aanleveren. Dus het is hartstikke fijn als je dat voor een hele lange tijd, dat je gewoon weet dat het veilig is. Er zijn toch nog heel veel Nederlanders die gigantische spaarrekeningen hebben. Ja, want het wordt eigenlijk alleen nog maar meer gespaard. Dat is het bijzondere eraan. Hoe kan dat zoiets? Beleggen blijft altijd een beetje voor heel veel mensen iets engers. Maar eigenlijk wordt er natuurlijk voor bijna iedereen wordt sowieso al belegd, hè? Want als je ook bijvoorbeeld je pensioengeld wordt ook belegd. Absoluut. Alleen dat zie je niet, want je denkt altijd, oh, dat is allemaal prima. Je krijgt gewoon iedere maand hetzelfde bedrag op je rekening en dat is het dan. Mm-hmm. En de waarde van je huis is in principe ook natuurlijk aan verandering onderhevig. Alleen dus de afgelopen 10 jaar is het alleen maar omhoog gegaan. Maar niet zo heel lang daarvoor, toen zeg maar, met de kredietcrisis, toen gingen huizenprijzen ook best hard naar beneden. Ja, we hebben ook andere tijden inderdaad daarin gekend. Maar ja, als je zolang je het niet hoeft te verkopen, heb je daar geen boodschap aan. Nee. En zo moet je eigenlijk dus die aandelenbeleggingen ook zien. Het maakt niet zoveel uit, laat ik nou even Shell als voorbeeld nemen, of Shell nou op 29 euro staat of op 22 euro. Als jij gewoon vertrouwen hebt in het bedrijf, ja, dan kan je er gewoon in blijven zitten en dan krijg je nog dividend. En dan kan je dan die dividenden kan je vergelijken met huurinkomsten bijvoorbeeld. Dus dan loopt die kaststroom gewoon door. Ja, eens. En alleen, je moet niet denken van ik ga het morgen verkopen en ik word er helemaal zenuwachtig van, want ik denk dat Shell overmorgen niet meer bestaat. Ja, dan heb je een probleem. Als we in de toekomst van de beleggen kijken, dat is heel erg lastig, dat weet ik. Maar gewoon eens even 2023. Dat is dit jaar. Ja, dat is dit jaar. Ja. Dat is even de toekomst. Over een maand of 6, want het is toch een hele fertile markt waar we in zitten. Ik heb geen idee wat er over 6 maanden gebeurt. Maar wat is jouw gevoel? Ik heb geen gevoel. Als ik op een gevoel zou beleggen met beleggen, dan gaat het helemaal niet goed. Nee, dat mag niet. Je moet op fundamenten beleggen. Ja. En als je denkt van nou, dit aandeel is nu niet te duur, dit bedrijf heeft gewoon goede toekomstperspectieven, dan kan je daar gewoon in beleggen. En ik beleg niet voor de komende 6 maanden, ik beleg voor de komende 10 jaar. Want dat hadden we net afgesproken, dat jij 10 jaar je geld niet nodig had. Dat klopt helemaal, dus. Ja, en dan zijn welke bedrijven het meest interessant? Waar jullie, stel, ik kom vandaag die 100.000 euro. Ja, maar dan heb ik het niet overmorgen allemaal voor je belegd, hoor. Dan neem ik gewoon de tijd voor. Dan neem ik weken de tijd voor om dat een portefeuille netjes op te bouwen. Okay. Dus ik kan niet zeggen tussen nu en over de 5 weken wat er gebeurt, zeg maar. En sowieso zijn we zo een maand verder voor die rekening open is. Met alles wat we moeten aanleveren. Nee, natuurlijk, maar er is een aantal namen wat ik gewoon nu op dit moment graag in portefeuille wil hebben. En daar heb ik al een aantal van genoemd. Ja, nee, maar dat kan over een
paar maanden, dan zal ik misschien wel weer iets anders gekocht hebben. En iets anders weer in plaats van iets anders. Dus ja, dat kan ik niet zo helemaal tot op de cent nauwkeurig zeggen. Maar ik zal altijd blijven spreiden over zowel waarde als groeiaandelen. Om gewoon het risico weer een beetje te dempen, zeg maar. Ja, spreiding portefeuille is heel erg belangrijk. Ja, hè? En niet te veel, want dan wordt het ook niet goed. Maar als je gewoon op 15, 20 namen zit, zeg maar, dan ben je al een heel eind. Wat ik ook veel hoor, is goud en zilver. Dat doe je helemaal niks mee? Niets. Okay. Nee, van zilver zegt vaak dat ze ook in industriële toepassingen. Mm-hmm. Maar toch komt het er nooit zo helemaal uit. En ja, bij goud moet je altijd weer iemand vinden die er meer voor wil betalen dan dat jij ervoor betaald hebt. Maar dat heeft verder weinig nut. Hoe kijk je dan tegen crypto aan? Dat doe je ook helemaal niks in? Helemaal niks mee. Eén keer goed. Nee, want daar zit ook geen fundamenteel verhaal achter. Ja. En als je het dan hebt, daar is ook wel het een en ander misgegaan al de afgelopen tijd. En nou, dan krijg je aan de ene kant zijn steeds meer stemmen die opgaan om dat een beetje te reguleren. Maar ja, dat is eigenlijk precies niet wat crypto's willen natuurlijk, want dat is juist niet gereguleerd. Maar dan zie je dus ook weer dat een aantal beleggers weer ook daar een beetje op zoek is naar zekerheid. Dus nee joh, daar doe ik helemaal niks mee. Ik bedoel, als je iets wil daarmee gaan doen, dan moet je kijken naar de techniek erachter. En dan bedrijven zoeken die daar iets mee doen. Ja. Maar niet in. Ik beleg überhaupt niet in valuta. Dus, en dit is niet eens een valuta. Maar, ik zou net zeggen. Ja, nee. Ik zie er helemaal niks in. Dus dat zijn meer de bedrijven met de fundamentele verhalen. Alleen bedrijven die fundamenteel sterk zijn. Exact dat. Ja. En hoe hou jij daar je kennis in bij? Merendeel van onze tijd gaat om te analyseren wat er gebeurt. En bedrijven te zoeken die misschien beter zijn dan wat we in portefeuille hebben. Maar ook vooral alle informatie over de bedrijven waar we in beleggen. Om daar alles van bij te houden. En dan is het vooral natuurlijk tijdens het cijferseizoen dat je gaat kijken van wat verwacht je. En is het beter dan verwacht? Wat zijn de vooruitzichten? Maar ook gewoon gedurende de tijd. Dat je het wel een beetje in de gaten houdt. Nou, niet een beetje, maar gewoon goed. Volledig in de gaten houdt wat er gebeurt. Ja. En waar halen jullie dan die kennis vandaan? Is dat gewoon van de bedrijven zelf? Of zijn dat bepaalde forums? Nee, want bedrijven vinden natuurlijk alles wat ze doen fantastisch. Ja. Nee, niet van fora. Dat is gewoon een beetje stemming maken retten ook. Ja, ik ben een leek, hè? Gewoon van Bloomberg, van Barron's, van de Financial Times. Gewoon echt gewoon goed lezen allemaal wat er gebeurt. Maar ook gewoon meer dan één bron raadplegen. En altijd zelf proberen mening te vormen. Dus niet alleen maar op analistenrapporten afgaan. Maar ook gewoon zelf kijken van wat zien we nou dat er gebeurt. Nou, daarom, ik zit hier ook niet in mijn eentje natuurlijk. Daarom heb ik ook al die collega's. Ja. Want je houdt met elkaar de markt in de gaten. We hebben ook iedere dag een morning meeting. Dus dan komt het belangrijkste van de vorige dag, zeg maar, komt voorbij. Maar ook wat we verwachten van de komende dag. Welke macro-economische cijfers komen eruit? Komen er nog bedrijven met aandeelhoudersvergaderingen bijvoorbeeld? Of analistenbijeenkomsten? Nou, dat soort dingen. Ik zie hier ook een aantal hele mooie awards staan. Dan doe je toch wel iets anders dan de rest, hè? Want een award krijg je niet zomaar, toch? Nee, het zijn publieksprijzen. Dat is nog het allerleukste ervan. Dus heel veel mensen hebben dan de moeite genomen om op jou te stemmen. Dus dat is eigenlijk een grote compliment, kan je niet krijgen. Oh, hoe leuk is dat? Nou, ik vind dat het allerbeste. Ja. Want wat hebben we hier allemaal staan? Nou, we hebben hier, dit is nog een gouden stier. Dat was als beleggingsexpert, maar die bestaat niet meer, deze prijs. Wat mooi. En dan beleggingsexpert, ja. Ik ben een beetje het uithangbord van Vintessa. Dus ik vind, ja, we doen het met z'n allen. En dan is natuurlijk zo'n cash cow is dat dan voor beste vermogensbeheerder. Die hebben we al een aantal keer gewonnen. Dat is de mooiste prijs die je kan krijgen. Want dat is voor alle collega's. En wat kunnen we in de toekomst van Martina Hafkampen en van Vintessa verwachten? Nou, van Vintessa. Zijn Vintessa, wat kunnen we verwachten? Nou, gewoon hetzelfde waar we al tijden mee bezig zijn. Dus gewoon structureel en goed vermogensbeheer leveren. Onafhankelijk. En dat mensen ook echt, dat er naar ze geluisterd wordt. Want dat gebeurt niet zo vaak. En je komt niet in een callcenter terecht. Je komt altijd gewoon hier bij de secretaresse terecht die je gelijk doorzet naar jouw desbetreffende accountmanager. Het gaat om vertrouwen, een vertrouwensrelatie met elkaar op. Het is toch wel een heel steady team als ik het zo heel goed beluister, hè?
Maar ja, dat is ook de bedoeling. Want ja, het is hier, dit is het. Mm-hmm. En hier moet het mee gebeuren. Je kan hier niet allemaal carrière stappen maken. Je carrière zit erin. Dus dat je gewoon leuke klanten hebt die je zo goed mogelijk bedient. Martine, ik wil je bedanken voor het leuke interview. Nou, graag gedaan. Je hebt toch wel interessante kennis met ons gedeeld. Oh, gelukkig. Ja, nee, ik hoop dat we daar de kijkers er ook zeker mee geïnspireerd hebben. Hoe jij het als vrouwelijk onderneemster het doet. Ja, het is, vrouwelijk hoeft er niet bij. Het is gewoon ondernemer. Zo zijn er zoveel, denk ik dan. Maar merendeel treffen wij toch wel vaak mannen aan. Hè? Dus, ja. Maar goed, ik vind dat je het geweldig doet. Ook vertrouwend. Ja, dus als ik voor lange termijn belegger zou zijn, had ik hier maar rustig... Maar in plaats van een handelaar, dan had je het hier wel aangedurfd. Zeker weten. Ja, ja. Nee, absoluut. Ja, Dan was ik hier zo binnenkomen lopen. Ja, nou ja, dat ben je gelukkig nog steeds wel. Maar het is echt gewoon, wat wij doen is echt gewoon anders dan handelen. Wij zitten niet dat we het vandaag kopen en morgen weer verkopen of volgende week. Als wij iets kopen, dan is de bedoeling dat we er zo lang mogelijk blij mee zijn voor onze klanten. Ja, nou ik denk dat dat ook een goede strategie is. Ja, dat is heel andere dan wat je zelf doet. Ja, maar dan kun je zelf rustig je geld parkeren. Ja. En je hoeft er juist niet iedere dag naar te kijken. Geen stress. Dat is de bedoeling dat je dat niet hebt, inderdaad. Nee, absoluut. Dank voor je tijd. Graag gedaan. En de kennis die je met ons wilde delen. Het gaat je goed. We gaan elkaar weer spreken in de toekomst. Zo is het. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad aan deze kennis, welke we met jullie aan het delen zijn. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren, te liken. Laat in de reactie over wat jij van beleggingen vindt. En laat vooral ook weten bij wie we de volgende keer op de deur moeten aankloppen. Arrivederci. Ciao, ciao.